Hallo kijkers van Shinesprite, welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Scarlet and Violet Surprise Cage Lock met Nandoing. Lekkering. Zeker lekkering. We beginnen meteen met een cage match, want de vorige aflevering hebben we zo'n fairy type team Stardew Dead dude verslagen. Doe dit. Oh, wat ben ik nou aan het doen? Weet niet. Oh, oeps. We moeten natuurlijk naar zo'n Link Battling. Ja, niet Surprise Trading helaas. Of geen Link Trading. Okay. Oh, dat zou ook wel grappig zijn. Dat je zo'n Nuzlocke doet. Maar dat degene dat jij dan de team van de ander vangt. En dat je dat dan moet ruilen. Ja. Dat is ook wel grappig. Hey Harry, wil jij ruilen? Ja, dat is de Hey Harry, wil je ruilen serie. Dat klinkt wel Pog. Zekering. Als in Pogarinos. Zekering Pogarinos. Ja. Oké, okay. Nou dan staan we weer in de hoeking. Waar de klapping vallen. Ja, zekering. Wat heb je allemaal voor gore Pokémon? Oh, wacht, ik kan wacht, nog niet kiezen alsjeblieft, want anders zie ik wat je kiest. Ik had je nog niet weggeklikt. Oh. Oké. Okay. Nou, dat is Mazzling. Ja. Yeah. Oké. Okay. Ik heb gekozen hier. Oh. Laat het alsjeblieft goed nieuws zijn. Oeh. Het is alsof ik... eigenlijk dobbelsteen aan het gooien ben en dan hoop ik dat het een 6 is en niet dat het een 1 is. Kom op goden! Allemaal! Spuilen dat glimmige monster! Yeah. Oh, wat wordt het? Wat wordt het dit keer? Ik heb de Pokémon gekozen die ik hoop dat je hebt gekozen. Nee, oh. Niet weer Gorgon. Dief nou een keer een end heen met een kut Gorgon. Oké, dit kan nog alle kanten op gaan. Paralyzed. Ja! Nee! Ja! Deze man. Crit, please. Come on. Nee. Oh, gewoon precies dezelfde manier weer. Exact dezelfde battle. What the fuck, man. Lekkering. Man. Nou, wat kies je voor je Charizard? Want je had al die 5, dacht ik. Ja. Zou die nog wat aan TM's hebben? Denk het wel. Ja. Ik ga voor TM's. Dit is toch echt pijnlijk. Oh nee, ik wil niet nog een keer battelen. Fucking Lucario 2 keer verloren. Kortsop ook. Oh man, dit is echt heel sadding. Maar hij blijft zo grappig ook. Yeah. Elke keer weer op dezelfde manier weer iets verliezen. Nou ja, dat maakt het wel een beetje interessant. Ah, oh, ik dacht echt, oh, laat hem alsjeblieft voor die Salzburg gaan. Zoveel werk er weer in. Nou ja, het valt wel mee wat voor werk ik erin heb gestopt. Maar ik wist, als ik Corviknight ging gebruiken, dan verlies ik hem, hoe dan ook. Torterra idem dito. Mm-hmm. Want die kans bleef gewoon staan dat je die Charizard zou gebruiken. En weet je wat het nou het grappige is? Nou. Ik zat te denken, laat ik dit keer Charizard gebruiken, want ik heb toch een revive. Toen dacht ik, nah, nee. Ik kan veel beter iets anders kiezen, want dan kan ik iets een perk op die Pokémon neerzetten. Nou ja, dit is dus wat ik ervoor terugkrijg. Maar wat zijn de kansen, maat? Ik ga dat nu ook gewoon googlen. Dragon Breath? Dat kan toch niet hoog zijn? We moeten eerst Pokémon vangen voor de Switcheroo.
Ja, ik heb er al eentje, want ik moet toch de Garchomp dumpen, dus. Oh, weer als je nu weer een Gibite of Gibble of Garchomp krijgt, dan word ik echt boos. Ik zou dat volledig terecht vinden. Terecht! Ja, zekering. Zekering needing. Zekering welling. Even kijken, Dragon Breath. Weet je wat trouwens wel super leuk is, bedenk ik me nu? Nou? Dat de laatste battle die we straks, die we na Gita krijgen, dat het dan sowieso of voor de winst gaat, of voor gelijk spel, maar nooit dat je nooit meer kan winnen. Dat ik nooit meer kan winnen? Ja. Kut. Nee, dat is toch goed? Nee, wat denk nee, je? Je kan nog wel winnen. Je kan nog wel winnen. Nee, ik bedoel meer van, het is, het maakt niet uit wat de volgende twee cage matches doen. Oh, op die manier. Oh, ik dacht dat het was zo erg. De kans, het is altijd bepalend, zeg maar, de laatste cage match. Nee, maar je krijgt toch maar 3 punten? Ja, dat klopt, maar ik sta nu 1 punt voor, hè? Nee, toch? Je stond 2 voor. Nee, ik heb er vandaag 2 gewonnen en jij hebt er vandaag 1 gewonnen en het stond gelijk toen we begonnen vandaag. Oh. Dus ik sta maar 1 punt voor. Oh, gelukkig. Dus het maakt niet uit wat er gebeurt, die laatste battle is altijd spannend. Fucking nice. Oké. Dat maakt het sowieso interessant om naar te kijken. Oké, nou, we gaan kijken wat voor trash we hiervoor krijgen. Ik heb het al tegen meer mensen gezegd, maar ik denk dat dit mijn favoriete Pokémon serie is die ik ooit gemaakt heb. Serieus? Ja, ik vind het superleuk. Oh. Er gebeurt gewoon zoveel, zeg maar. Dat waardeer ik. En ik denk ook dat elke aflevering leuk is, omdat bijna elke aflevering een cage match heeft. Dat is waar. Ja, soms niet, maar dat is omdat ik Sandring traag ben, maar... We love you, Sandring. We love you, Sandring. We do. We love you, Sandring. We do. We love you, Sandring. We do. We love you, Sandring. We love we you. Oh, dat was wel een goede einde, ja. Mm-hmm. Dat moet wel een nieuw nummer worden. Hm. Oh, niet Link Trading. Surprise Link Trading. Link moet surprise. Alleen de game die duurt weer traag. Mag ik toevallig jouw Gibble hebben? Nee. Oh. Gibble, Gibble, Gibble. Volgens mij is het weer een bot. Welke shiny krijg je nu? Oh. Nee, een regular Rotom. Oké. Okay. Bliep, bloep, blap. Cupid. Nou. Rotom is niet verkeerd, maar ik heb geen idee hoe je hem van vorm moet veranderen in deze game. Googling. Volgens mij moet je zo'n ding krijgen. Dus je moet naar de auction. Volgens mij is dit een dupe, maar dan moet ik even kijken. Luchonk. Ja, dat dacht ik eerst ook, maar toen had ik hem uiteindelijk niet. Dus ik moest hem accepteren. Luchonk. Ja, het is een dupe. Gelukkig. Gelukkig, het is ook nog eens een level 1 Lechonk. Oh. Nou ja, zou je hem gebruiken? Denk ik niet. Nee, denk ik niet. Denk ik niet. Ik ga het wel even googlen. Rotom Form Gen 9. Nu krijg je een... Ursaluna. Ursaluna? Kan dat echt? Kan dat? Nice shine. Ah ja, nee. Ja. Nou, het kan wel, maar de kans dat iemand een Ursaluna gaat ruilen? I don't know, man. Oh, level 100. Ja, ik neem hem. Een Capture. Oh, je moet de Rotom Catalog kopen. Kopen? Ja, maar hij is heel goedkoop. Oh nee, wacht, je moet weer bidden. Oeh, level 63. Oké, okay, interessant. Een cup. Oh fuck, Cupchew. Daar krijg ik slechte herinneringen van. Nou, dan gaat Ursaluna weer. Doei, Ursaluna. En dan krijg ik een Ursaluna voor terug. Wink, wink. Gibble. Oeh, nice! Het is al de zoveelste keer dat ik die heb gehad. Shoo, you.
Ik weet nog dat die het hoge level was een keertje. Dat we... Oh, de Rotom is level 73. Zie ik nu ineens. Yes! Een Squirtle! Dat is wel een turtle. Carapuche! Seeking. Heel Seeking. Mhm. Een Franse. Level 62. Oh. Huh. Ja, nu wordt het leuk. Ja. Nu mag ik kiezen. Slowpoke. Ik heb toch al een Slowpoke, mag ik hopen? Slowpoke 1? Ah, oh, nee. Bij mij nu incoming Slowpoke 2. Mag het? Ja. Oh, ik heb helemaal geen Slowpoke gehad. Kunnen leren. Maar hij is wel level 50. Nee, ik heb hem inderdaad niet gehad. Een Dratini! Een Dratini! Als die nou ook level 60 is. Nou, de kans is wel. Is er wel. Maar zelfs al is hij niet, hè. Het is een Dratini, uiteindelijk. Ja. We zitten al een beetje endgame. Dus als je genoeg candy hebt. Level 1! Nou, wat krijgen we? Drowsy! Dat vind ik wel echt een Pokémon voor jou. Oh, ik heb echt een tyfushekel aan Drowsy. Wow, dat is even normaal. Echt een van mijn minst favoriete Pokémonings. Hij is wel goed in Gen 1. Ik pak hem altijd als ik die hardcore generations doe, weet je wel. Dan is Drowsy best sterk. Nou, maar als elke psychic Pokémon is sterk in Gen 1. Ja, nee, ik zou hem alleen maar gebruiken als het moet. Kijk, Rotom in het team. Dan ga ik even kijken, want we moeten nu tegen de Fighting Type guy. Hey. Fighting type guy. Seagreen, de fighting typing guy. Ja. Weet je welke Pokémon we dan niet moeten gebruiken? Sasbuck. Sasbuck? Ah, jawel joh. Hey. Dat is een hele goede Pokémon. Hey, doe eens even lief tegen... Oh. Ik doe zeker lief. Even lief tegen mij. Oh, ik dacht tegen de Sasbuck. Ja, allebei. Gewoon lief tegen ons. Oké. Okay. Je mag hem gebruiken. Okay. Ik geef je de toestemming voor om hem te gebruiken. Lief. Om een normal Pokémon te gebruiken tegen een fighting. Nee, dat is handig. Ja, toch? Dat vind ik ook. Dan moet ik weer een tyfus end gaan lopen. Zeker. Daar heb ik nul zin in. Je raadt het nooit. Ik heb dat al gedaan. Dus toch sta je achter. Ja, dat is waar. Oké, Rotom Catalog. Dat lijkt me catalogisch. Waar? Zag je dat? Nee. De NPC stond er niet en ineens spannen ze. Oh. Fuck. Ja, de game is broken. I know. Rotom Catalog. Dream Ball. In je dromen. Ja, de Rotom Catalog. Maat, is dat luck? Of nee, het is net zoals als je bijvoorbeeld Dialga hebt. Nee. Dan zal er altijd wel die item op een gegeven moment spawnen. We moeten hem alleen maar in je team hebben. Ja, nee, dat hoeft niet. Je moet hem gewoon ooit hebben gehad. Maar wat ik wel even wil doen, want ik wil ervoor zorgen dat ik hem zeker weet de crying ging. Moet ik even geld hebben. Dus ik ga even mijn nuggets verkopen. Nugget. Oh. Fungus. Fungus. Dus we verkopen even al die troep, die meuk, die we niet nodig hebben.
De niet nodig meuk. Seagreen. Kijk hoeveel mushrooms ik heb dan. Nee, alsof ik een haai als een... Het is alsof ik haai als een kite wil worden. Ja, dat wil je ook. Seagreen. Hoe kom ik daar, Nando? Je moet vanaf de sneeuwberg naar beneden. Want je kan niet via de moeras. Omdat die klif te hoog is en we kunnen nog niet op de berg klimmen. Hoor je me zuchten? Ik hoorde je heel zachtjes zuchten. Ja. En zo zachtjes dat ik het bijna niet door had. Mm. Maar dat is wel leuk. Nu kunnen we vliegen. Niet vliegen. Kijk, nu gebeurt het weer. Zie je dat? Wow. Zijn verdwijnsel zijn ze. Ja, dit laat gewoon zien dat de game gewoon niet stabiel is. Misschien moet je hem in de stabiele zijligging leggen. Ja. Hij heeft gewoon even wat zijwieltjes nodig. Nou, gaan we jongens. Uiteindelijk moet ik $5 miljoen betalen. $5 miljoen? Fakering. Dat is veel miljoen dollars. Green. Wel 5 om precies te zijn. Oh, dat had ik ook gewoon met mijn gewone geld kunnen fixen. Dat klopt, ja. Oké, nee. In ieder geval, het gaat erom dat ik hem heb. Dan kunnen we hier naartoe gaan. En dan hier. En dan. Die. Na, 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 daar komt hij hoor. Seagreen. Ik deed die van die gore Pokémon Mystery Dungeon. Van die Mystery Dungeon gaming. Vind je die zo goor dan? Die vind ik wel goor, ja. Oh. De enige Pokémon Mystery Dungeon die ik niet goor vond was Super Mystery Dungeon. Oeh. Maar die vond ik ook wel leuk, alleen ik ben niet zo ver gekomen. Ik had verder kunnen komen. Hier. Kan je nou eigenlijk evolueren in Mystery Dungeon? Ja toch, uiteindelijk, maar dat is endgame. Meestal. Endgame? Seekering. Dus endgame is ook die van die film toch? Ja. Van de Marvels. Marvel's Endgame. Clive. Cliff. Klof. Klof. Cliff. Oh, je bent er al. Zeker. Bent... Je kent me inmiddels toch. Je bent zo'n snelle boy. Speedy Gonzales in. Je bent echt zo'n Speedy Gonzales in. Ik wil dat nog even leveling. Nee, ik hoef geen rain dancing te leren. Dancing in the rain, rain. Als alles een beetje level 55 is, dan moet het wel lukken. Hier nog één L in. Zo. Last resort? Nee, dat hoeft niet. Oké, dan gaan we daar naartoe. Hoor je dat? Ik klonk net als Paddy. Die zegt ook heel vaak, oké. Ja. Yeah. En dan komt hij met, fuck jou Milan. Ik heb een, ik heb een vuurschildpad en een schili. Kruinentering. En dan denk ik van, maar wat heb ik misdaan? Ja, wat heb jij misdaan? Omdat hij zo te caring ging. En we zijn klaar met de gyms. En zometeen zijn we ook klaar met Team Starring. Lagering. Lagering. Ik wil nog even wat... Kijk, nu kunnen we full restore scoping.
Deze is opeens level 54. Ja, daarom ben ik ook level 55 in. 54? Is dat ik green? Denk je dat ik niks beterings te doen heb? Nou ja, als jij een hele goede team hebt, Ing, dan moet het wel goed komen, Ing. Ah, cutscene timing. Even kijken hoor, want ik moet de Team Starring guy hebben. Ja, de hoogste is level 56 van deze girl. Charizard level 4, verkut. Maar je hebt een Zoomeril. Met een Lucky Egg. Met een Lucky Egg. Ja, want hij heeft items en revive, toch? Mhm. Juist. Ja, ik weet alleen niet of die revive al sinds je gone is. Oh nee, die revive leeft nog op de Zoomeril. Nice. Ja, ik heb nooit je Zoomeril gekilled. Nee, volgens mij misschien een. Nee, volgens mij niet. Anders had ik je wel gehoord. Kijk, bij die Jumpluff was het wel gebeurd. En bij... Er was nog eentje waar dat ook was gebeurd. Dat je... Ja, Skeledirge. Ja, bij Skeledirge was dat. Dan had je die revive erop. En dan was hij dood gegaan door... of een gymleader. Of door... Ja, door die ene gast voor de gymleader met die rapper. Weet je wel? Oh, ja. De MC... Huppel de Pup. MC die... Pup. Ja, daar was ik ook een Pokémon kwijtgeraakt. Ja, Lucario. Kut. Oh ja, dat is waar, ja. En toen ben ik nog een keer Lucario kwijtgeraakt. Do you remember? Do you remember? I remember. That time in September. God damn it. September. I'm so ready to beat your ass. Mijn billen? Waarom mijn billen? I'll smack your ass off of your body. Never. Ja. Krogunk. Ik heb vuurvlamdraak. Vuurvlamdraak? Ja, dat is de nieuwe Inazuma 11 schot. Vuurvlamdraak. Nee, dat zou goed kunnen, ja. Loers. Oké, kom erop. Hallucha. Ja, The Green, dat is een fighting typing. En een Flamigo. Dat is ook een fighting typing. En een champion van matches. Yes. Jammer dat ze hier geen XP voor krijgen. Dan zou je heel hoog leveling zijn. Ja. I know it. Bandjam en Phalanx. Phalanx. En val rechts. Van links en rechts. Sligoo heeft er geen zin mee. Oeh. Is the fighting type guy, girl. Weet je trouwens hoe deze chick eruit ziet in zonder make-up? Volgens mij heb ik dat wel ergens een keer gezien, maar... Ja, want het, dat I is... I don't give a shit in. Oh, dat was na de DLC-ing. Mm. Ach, kut. Ik heb mijn team weer niet geswitcht. Je hebt niet zo'n panting. Maar ik wilde wel met Charizard beginnen, dus dat scheelde ik. Plop, plop, plop. Jee. Ja, alleen Torterra is niet zo handig, maar... Corviknight is wel handig. Hoppatee! Oh ja, ik wilde ook ooit een Gallade krijgen, maar dat ging ook niet zo goed. Dat... Het is toch heel erg, want we begonnen volgens mij in januari met dit, toch? Ja, maar we zijn best wel snel. Of bedoel je dat juist? Nou, meer zo van dat ik alles alweer ben vergeten wat ik allemaal had. Ja, dat is op zich niet zo heel raar, hè? Nee. En het is ook niet zo erg. Lekker, Kenta. Dit is de video featuring Kenta, die blaft. Ja, boef. Hij zal de hele dag aan het blaffen. Ik weet niet wat er mis met hem is. Dat mag je wel. Oeh. Hij moet gewoon even zijn ei kwijt. Ja, blijkbaar. Maar er loopt ook gewoon niemand over straat. Dus ik weet ook niet waar hij op reageert.
Maar hij denkt van, oh, ze doen zo'n coole serie boven. Ik wil featuring it. Featuring? Wanneer doen we featuring Gordon Hupplepup? Geukere of wat dan ook. Hoezo? Waarom zouden we dat willen? Omdat hij zo in de dip zit. Hij moet eventjes een meevallertje krijgen. Oh ja. Even een snabbel. Ja, want hij had heel erg vals gezongen met zijn nieuwe album. Eerie. Siri? Nee, Eerie. Eerie Puls. De vrouwke heet Eerie. Oh, ze heet Eerie. Of was het Eddie? Kijken. Hoe heet Eri. 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 Met de healing balling. En een Toxicroak, daar ben ik niet heel zeer blij mee. Oei. Zal ik je eerlijk zeggen. Ja, dat wordt een poison move, denk ik. Ja, dat wordt switching, denk ik. Switching the bitching. Anticipation. Ja, dan gaat hij kijken of je een super effective move hebt op tegenhaming. En als ik die nou wel heb, wat doet hij dan? Nou, dan schudt hij alleen maar. Ja. Dus het verder niks, die ability. Oh, kijk. Als ik gepoisoned ben. Oeh, dat deed fucking veel damage, maat. Holy shit. Hij heeft ook Sucker Punch, dat je dat even weet. En dat heeft priority? Ja, zeker. Ook boven Aerial Ace? Ja, zeker. Oh. Nee, Aerial Ace raakt altijd. Sorry, Air Slash bedoel ik. Ja, want dat heeft Air Slash heeft geen priority. Oh, dat dacht ik, sorry. Oh, ik killde niet. Oh, maar ik flinchte. Nu komt de Sucker Punch. Ow. I give as good as I get. That's a promise. We'll see. Nee, dat doe toch poison jab. Ikaboom. Crit. Ja, mag ik? Die had ik de eerste beurt willen hebben. Niet de tweede. Charizard is een revive kwijt. Standing. Dit wordt nog een moeilijke battle. Ja, nee, ze is zeker niet makkelijk. SP on. SMS, SP on. En jij bent zo van SMS upgrade on. Mm-hmm. Hier stinkaap. Hier, ga neer. Ik moet eigenlijk fucking nodig naar de wc. Je bent toch net geweest? Ja, maar hoe nu schijten? Oh, dat is echt kut. Oké, jij lult het vol, ja? Ja, maar jij, dat doe ik wel. Als jij even een sandring doet, dan doe ik even een Milani. Ja. Die is goed. Nou, dit is wel gelukkig niet de super moeilijkste voor mij, dat scheelt. Oh mijn god. Oh, dit is wel echt kut voor Milani. Annihilate. Ik denk dat ik Corviknight moet gaan gebruiken. Kijk, Ghost is wel normal op hem. Oh fuck, hij heeft Fire Punch. Oké, dan doe ik gewoon één keer Drill Pack en dan switch ik. Ik denk dat het verstandigst is. En dan waarschijnlijk verlies ik Corviknight. Dat gaan we nu zien. Of ik kan nu Terrestrializen. Oh, dan doe ik dat wel. En dat doet Ice Punch super effective moves. Maar als hij nu Fire Punch doet, dan ben ik in de save. En niet altijd in de kluis. Ik ben niet in de kluis, jongens. Kijk, al die ballon toch. Huh? Close combat? Oké, dat is een eigenaardige keuze. Maar dan, dan is hij nu wel dood. Goodbye. Kijk, wat heeft dat andere, dit ding? High horsepower, shift key. Oh, easy win. Easy win. Want Combat Torque vlaagt volgens mij zijn attack of wat dan ook. Spin-out, nou dat is neutral. Juist.
Nou, dit moet tyfus staffers veel damage doen. Au. Dat viel nog wel mee. Ah, kut. Dat meen je. Dan zal dit weer wat minder doen. Nou ja, we komen in ieder geval in de buurt. Kijken, dat gaat hij weer voor spin-out. Ja, ik vertrouw het niet helemaal, dus ik ga wel healen. Dit is dus waarom ik die full restores heb gehaald. Dat was even lekkering! Lekkering! Daar ben je wel snel, man. Ik ben nooit zo snel als ik kaki moet doen, ik. Ja, als ik mijn best doe, kan ik dat wel. Wauw. Kijk, op de... Ik was vergeten dat dit ding stamina heeft. Stamina. Hey. Shift gear is alleen maar voor speed, dus dat boeit helemaal niks. Oh. Blackburst is dus ook voor attack. Ah, kut. Ah, wat een hond. Boef. Kijk, als ik hem twee keer raak, dan is hij wel dood. Dus als hij nog een keer shift gear doet, of iets anders. Oké, okay, kijk wat dit doet. Oh, easy win. Is Jover. Zo. Ja, je hebt hem verslagen. Ja, ja, dit was nog iets kwijt geraakt of niet? Nee, helemaal niks. Nee, ik alleen maar mijn revive tot nu toe van mijn Charizard. Nou, gelukkig maar was het alleen de Charizard met de revive tot nu toe. Oh, nou, gelukkig heb je de restenlijst. Kijk, dat scheelt weer in super effective damaging. Lekker, man. Yes. Maar op de Azumarill heb je ook nog de revive, toch? Ja. Ah, easy winning. Nou, ik verwachtte dat hij Annihilate tegen mijn Corviknight Fire Punch ging doen. Dus ik ging terrestrializen naar Flying. Wat doet hij? Doet hij Close Combat. Oh. doe ik Drill Pack. Poem. Pats, poem, weg. Nou, jij doet ook Patsboom weg. Ja. Met een crit, maar dat maakt niet uit. Nou ja, it is what it is. Lucario? Hoezo heeft dat ding nou weer een Lucario? Nou, hij wilde mij nakken. Omdat ik twee Lucario's heb gehad. Fighting. Steel. Ja, zeker. Dit is kut. Kijken wat hij heeft. Hij heeft Dragon Pulse, Aura Spear en Dark Pulse. Eerlijk, ik denk dat Azumarill dan nog steeds je beste keuze is. En je kan hem nu dan eventueel healen en dan kan je kijken wat een... Heeft hij geen Steel Move? Nee, hij heeft geen Steel Move. Oké. Ik zit nu naar te kijken. Hij heeft Dragon Pulse, Aura Spear en Dark Pulse. Easy win. Dus ik denk dat hij dan voor Aura Spear gaat, omdat het niet mist. Nou ja. Okay. Dark Pulse is nog slechter, want daar krijgt hij geen step op. Nou, dan kan je heel easy win. Maar wacht, is Steel is helemaal... Je kan helemaal geen... Oh jawel. Nee, het is neutraal. En anders was het niet effective. Oh, dat is een crit. Never mind, mij niet uit. Since you've been gone. Next. My man. Oeh. Cassiopeia is de leadering. Wat een verrassing. Zeker een verrassing. Oeh, dat heeft veel damage. Wow. Playruf. Hoezo meer? Ja, trouwens, dat is niet 100% accurate. Maakt niet uit. Ja.
Ik heb het zo vaak gehad dat ik miste met Playruf. Yes. Weer mis, dat is gewoon echt niet leuk. Is good Pokémon. Oeh. Oeh, Attack Rose ook, oké. Okay. Dit kan nog een beetje zuur worden. Kijk het. Oh, hij heeft wel stamina, dus elke keer als hij wordt gehit, gaat die defense wel omhoog, maar... Eén keer crit, en je wint. Ja, dan dropt zijn defense. Nee, daar was ik bang voor. Ja, daar was ik al bang voor. Ik heb een revive, maar... Dat scheelt weer dat je in ieder geval niet gelijk kwijt bent. Heeft hij een fighting move? Ja, combat torque. Ik ga wel even kijken wat dat exact doet. Ik dacht dat het 100 base was. Ja, het is 100 base. En het kan zijn dat je dan geparalyzed wordt als je wordt gehit. Kijk. Oké. Ja, hij gaat waarschijnlijk weer snelheid opbouwen. Alleen het kutte is, hij boost ook weer zijn attack. Als hij mij raakt, ben ik dood. Maar dat kan. Ik moet het gewoon proberen. Ja. Oh, weer mis. Ja, dat is het kutte. Ja, nu ben ik gewoon het KO. Dat kan niet anders. Ik moet denk ik Azumarill reviven. Ja, je kan het in de battle doen. Als het goed is heb je nog een max revive. We hebben max revives gekregen van Nemona Toetje. Ik zou wel healen. Ik denk dat hij weer shift gear gaat doen. Nee, je hebt nog een full restore. Ik denk dat hij weer... Oké, hij gaat voor spinaat. Hoeveel doet dit? Ja, of een... Ja, je bent wel sneller, toch? Aqua Jet. Oh ja. Ja, ik weet alleen niet of dat dan killt. Jawel. Hij is toch dood? Hij heeft nog één sliver. Huh? Oh. Ja, daar was ik al boos voor. Maar je hebt het overleefd, dus Aqua Jet maar en je bent kijk klaar. Kijk wat hier gebeurt! Hij echt 1 nou. HP. Dat ding had nog 1 HP. Wat een typisch onzin. Gebeurt hier allemaal? Jezus. Oh, holy shit. Je bent in ieder geval niet een Azumarill kwijt. Dus dat is wel echt poch. Maar het was echt... Zo, de tering zeg. Dit was echt heel close. Yep.
Nou, iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. De volgende aflevering krijgen jullie zo'n cage match. Tot de volgende keer. Adios, amigos.